En nu we het dan toch bij ideeën en plannen en vernieuwingen zijn aangekomen. 5 Zeeuwse bedrijven maken kans op een Emergo en jij bepaalt wie die Zeeuwse innovatieprijs krijgt. De Emergo, voor de knappe koppen van Zeeland die met hun uitvinding het leven net iets makkelijker maken. Stemmen kan op omroepzeeland.nl/Emergo. En deze hele week hoor je elke dag een andere genomineerde. Na de bijzondere rooimachine en de transportband die veel minder stof veroorzaakt, is het nu de beurt aan het bedrijf Lensfree in Goes. Oscar Meijering, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben vernieuwingen toegepast in een freelance management systeem. Voordat we naar de vernieuwingen gaan, wat is dat voor soort systeem, een freelance management systeem? Een freelance management systeem is een softwarepakket waarin je je ZZP'ers, om het op zijn Nederlands te zeggen, van A tot Z1 kunt beheren. Dus daar moet je aan denken, compliance tools, verzekeringen, veiligheidsdiploma's en het financieel afhandelen. Maar is het dan een soort adresboek? Het gaat toch wel wat verder, denk ik. Zeker, het adresboek is natuurlijk het matchmaking wat wij doen, hè? Dus zeker in de bouwtechniek, dat zijn de markten waarin wij actief zijn. Is matchmaking ontzettend belangrijk. Dus door middel van een efficiënte matchmaking met software zijn we in staat om meer arbeidspotentieel te verbinden aan installatie- en bouwbedrijven. En matchmaking, dat wil zeggen dat je het juiste personeel vindt voor een bepaald bedrijf. Exact, exact. En waarin zit dan het vernieuwende in jullie systeem? Nou, het vernieuwen is dat het in het verleden altijd handmatig werd gedaan door heel veel mensen. Hè? Dus vaak zien we dat er ongeveer 2 personen nodig zijn om hun freelancers te beheren binnen een installatie- of bouwbedrijf, gemiddeld gezien. En die zijn niet meer nodig. Hè? Dus wij innoveren eigenlijk die afdelingen. Zitten wel weer een paar mensen zonder werk? Nou, op dit moment kunnen die veel belangrijkere dingen doen. Want die bouwtechniek, okay, die hebben 200.000 mensen tekort. Ja, dat is ook wel zo. Dus adresboek, maar ook werkrooster en vacaturesite. Nee, mag ik het dan zo een beetje omschrijven? Ja, waarbij vacaturesite meer in suggesties geeft dat het over vaste banen gaat. En in ons geval gaat het natuurlijk over ZZP'ers. Ja. Maar vaak zie je daarbij dat het netwerk niet altijd perfect in beeld is bij onze opdrachtgevers. En door het systeem is het netwerk opeens wel perfect in beeld. Op welk moment dachten jullie van nou, als we dit nou gaan toepassen, dan kunnen we mensen helpen? Nou, wij zijn eigenlijk begonnen als een capaciteitsplatform. Dus iemand had behoefte, een installatiebedrijf of een bouwbedrijf had behoefte. Nou, er waren natuurlijk enorme tekorten. En die konden dat bij ons als er zijnde prikbord een project aan maken. En daar kon men dan op reageren. Een ZZP'er kon erop reageren. En om dat mogelijk te maken hadden wij zo verschrikkelijk veel software al gebouwd. Dat we er op de duur samen met klanten achterkwamen dat de bestaande ZZP'ers die rechtstreeks bij de bedrijven lopen of liepen, ook nog wel wat innovatie zouden kunnen gebruiken, efficiëntie kunnen gebruiken. En we hebben toen eigenlijk besloten om een kleine verandering te maken in de software en die beschikbaar te stellen aan die bouw- en die installatiebedrijven. En zo is dit allemaal gegaan. Oscar Meijering van Lensfree, dat bedrijf in Goes met een freelance management systeem, maar dan wel 2.0, laat ik het zo dan even noemen, genomineerd voor een Emergo, die Zeeuwse innovatieprijs. Nou, we weten nu ondertussen van 3 genomineerden wat ze hebben gedaan. Morgen krijg je weer een verhaal te horen, even na 8:30. Wil je stemmen? Ga dan naar omroepzeeland.nl/Emergo.